Wij zijn Ali en Ellie en wij staan op natuurcamping De Groenendaal in Loenen. Ja. Nou, cocootjes erbij. Ja. Ik ben even een pannenkoekje aan het bakken. Jij hebt alles. Wil je nog wat fruit? Een banaan heb ik alleen. Ja, een banaantje. Nou, heerlijk. Kijk eens, hij is goed gelukt. Wauw. Hij is echt goed gelukt, inderdaad. Ja. Het is nog vroeg. Het is, even kijken, 8:50. Oh. Dus we zijn er vroeg bij. Ja, ik had een wekker op 8:00. Ja. En dat heeft een reden. Vertel. Nou, omdat we rond 11:00 zouden we gaan wandelen. Het is niet heel denderend weer trouwens. Het is een beetje somber bewolkt. Ja. Af en toe een druppeltje regen. Regen, ja. Nou ja, we gaan om 11:00 dus even een wandelingetje maken. Hopelijk is het dan droog. Maar ik dacht, dan moeten we er wel een beetje op tijd uit. Want anders dan is de daarom. Hij is overal gek op. Hij moet alles eten en zien en bij en... Hij is weer flink irritant aanwezig. Ja, nou, hij is niet zo druk als de vorige keer. Het is over. Maar hij is ook een beetje aan het ruien. Dus dat is ook heel gezellig in een caravan, al veertjes. Maar hij is in zijn nopjes. Hij heeft nu de focus op je ring. Ja, dat is altijd. We hebben trouwens nog eigenlijk geen wild op het veld gezien. Hè? Nee. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, misschien hadden we het dan mooi in kunnen zoomen met die nieuwe camera. Ja, wie weet, vandaag nog of morgen. We gaan het zien. We gaan het zien. En ja, onze vrienden Mark en Doc, die gaan vandaag weg. Dus ja, wij blijven hier over met z'n tweetjes, met z'n drietjes. En het wordt gewoon een leuke dag. Vanavond gaan we even wat eten bij Ilona. Dat is de eigenaresse van de camping, dus daar heb ik ook wel even zin in. En dan even wandelen. Ik weet niet wat we vanmiddag nog gaan doen, maar... Wordt gewoon even een lekker rustig, chill dagje, denk ik. Ik denk het ook. Toch? Ja. Ik hoop wel dat het iets opklaart, want ik ga niet zo goed op dit weer, op dat sombere. Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Ik vind het niet zo gezellig, zo. Dat is het ook niet, maar ja. Nou ja, gewoon niet zo, Ik heb niet het idee van, ik moet naar buiten toe. Dus, dat komt wel goed. Weet je wat ook wel grappig is? Daar is ons plekje. Maar als je nu al die campertjes ziet staan, die staan allemaal scheef. Ja. Of tenminste... Naar voren toe. Ja. Ja, daar sta je zo. Ja. En ik weet niet. Trouwens, dat vind ik wel een goede vraag. Wij stonden natuurlijk altijd op dat plekje. Ja. Dat. Ik kan het zo niet even laten zien aan jullie. Zouden wij daar de volgende keer weer willen staan? Of zouden we dan hier willen staan? Op plek nummer 23 staan we nu. Ik denk dat ik ook wel voor dit plekje zou kunnen kiezen nu. Maar dan wel iets dichterbij. Iets dichterbij het sanitair. Hier is trouwens wel een watertappuntje. Dus dat scheelt. We hoeven niet helemaal naar het kleine sanitair gebouwtje te lopen. Dus dat scheelt. Maar we staan nu best wel ver op het veld. Waardoor we ook best wel ver naar het sanitair gebouw moeten wandelen. Maar ik vind dit op zich ook wel een leuk plekje zo. Ja, met het bos achter ons. En vind ik ook. Ja, dus misschien... Maar... Ik heb dan meer gehaald voor iets dichter bij dat tappunt. Ja, dat lijkt ik ook. Wel ja. Tijd voor een bakkie. Koffietje. Ja. Hebben we al koek? Ja, dat heb ik al, heb ik al neergelegd. Top. Bij Mark en Doc. Wij gaan even een koffietje doen. En daarna gaan wij lekker even wandelen. Dus heerlijk. Ik heb er zin in. Het is droog. Het is wel veel kouder dan gisteren, dus het is even schakelen, maar ik heb me goed aangekleed, dus komt hartstikke goed. Nou, Finley is ook wakker. Finley! Die is lekker aan het spelen. Ja, kom eens. Nou, moet er even... Ja. Ik zou net zeggen, hij moet er even over nadenken. Hij blijft zo schattig. Kijk, die ribbels op zijn voorhoofd, die vind ik zo leuk. Ja, kom nou.
Maar kijk even hoeveel ruimte Finley hier heeft. Dat is toch geweldig. Gewoon een lekker groot grasveld. Natuurlijk moeten de hondjes wel vast blijven hier. Dat staat ook aan het begin aangegeven als hier het terrein opkomt. Maar voor de mensen die dus honden hebben, ze mogen hier gewoon lekker bij. Ideaal. Nou, dit touw kun je in principe ook nog langer maken. Maar volgens mij heeft hij genoeg ruimte zo. Om even lekker te spelen. Nou, dan gaan we weer lekker zitten onder de luifel. Met een koffietje. Met allemaal lekkers. Ja. Kijk, we zijn nog steeds in de Sinterklaas sferen. Hier zijn wij gek op. Oh, wat hebben jullie dan, joh? Scones. Scones. Ja. Oh, ook lekker. Ja. Ja. Met clotted cream. Clotted cream. Ja. En jam. Ja. Nou, want dit is waarschijnlijk jouw lievelings. Of niet? Ja. Je komt natuurlijk uit Schotland. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Maar je hebt het meestal in tussen de middag. Ja. In plaats van de ochtend. Maar het is soms ontbijt. Ja, nou lekker ja. Toch? Ja. Vooral op de camping. Ja, precies. Maar heb je dit ook zelf gemaakt? Helemaal zelf gemaakt? Nee. Dat niet? Van die Jumbo. Oh, oké. Okay. Ja, zijn ze nog lekker. Ja? Doen jullie dat wel eens? Ja, heel vaak. Oké. Okay. Ja. Ja, lekker man. Een soort van een afternoon tea. Ja. Dat is met een scone en een sandwich. Ja, zo. Dat is echt wel typisch Schots. Ja, Engels. Engels, sorry. Engels, ja. 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 Lekker. Nou, ja. Ben benieuwd. Hij wil gewoon spelen, hè? Ja. Hij zit je gewoon uit te dagen, hoor. Kom Ja. Ja. Goed. Poot. Goed zo. Hé, hey, doe dat nog eens. Poot. Goed zo. Ah, wat lief. Nou, we staan eigenlijk op het punt om een wandeling te gaan maken. We zijn nog eventjes aan het wachten totdat nou iedereen klaar is. Wat eet hij nou? Geen idee. Aarde? Gras, volgens mij. Ik weet niet. En dan gaan we even een rondje van, een klein rondje van een uurtje maken of zo. Gewoon nog even voordat ze weggaan. Ja, ik denk dat het hetzelfde rondje wordt als gisteren. Misschien wel. Misschien gaan we daar even kijken weer. Hij ziet Mark. Ja. Ja, hij is zo ingesteld op zijn baasjes. Kijk. Ja. Hij is zo lief. Maar ook iedereen die langskomt, die aait hem even over de bol. En ja, hij heeft gewoon een hoog knuffelgehalte. Dat heeft hij. En we zijn weer aan het wandelen. Nou, dit is eigenlijk de uitgang, of een van de uitgangen van de camping. Wandel-fietsroute. Links ga je echt naar de uitgang. En ja, hier kun je dus ook gewoon even de hond uitlaten. Nou, het is redelijk vroeg voor onze, voor ons doen. Het is, even kijken, 11:15. Nou, dit is dus eigenlijk, als je hier doorheen loopt, dan, dan kom je gewoon in een heel mooi natuurgebied. En je kunt er echt heerlijk wandelen. Gewoon ook best wel lang, want het is best groot. Kijk, daar heb je de camping. Ik weet niet of jullie de campers kunnen zien, maar dit is eigenlijk het wandelgebied achter de camping. Nou, Finley is er ook gezellig bij. Je heeft helemaal naar zijn zin hier. Nou, en dan gaan we denk ik een uurtje of zo wandelen. Niet te lang, want Mark en Doc die gaan dus vandaag weer weg. En straks krijgen wij ook nog visite. Het nichtje van Nelly komt langs. En vanavond naar Ilona. Dus het wordt eigenlijk een soort van, een dag met visite. Of op visite. Maar gezellig, toch? Nu nog even genieten van gewoon van de buiten zijn. En ik zeg net, volgens mij wordt de lucht ook iets lichter, iets blauwer. Dus misschien komt het zonnetje nog door vandaag. Ik hoop het wel. Dat maakt het allemaal net even iets fleuriger. Maar ik vind het sowieso wel lekker om gewoon lekker buiten te zijn. En gewoon nog even een leuk gezelschap. En we zijn eigenlijk alweer een beetje plannen aan het maken voor de volgende keer om af te spreken. Dat zal misschien ook weer op de Veluwe zijn. Dus Finley komt waarschijnlijk weer snel terug in de vlog. Ik ben helemaal gek op hem. Ik vind het zo'n leuk hondje.
Hij, ja, hij past ook precies thuis hier. Gewoon lekker in de natuur en lekker even wandelen met hem. En genieten. Weet je wat je trouwens ook echt mee moet nemen als je hier naartoe gaat? Dat kan Dak wel even laten zien. Dak, kom eens. Wat moet je nou echt meenemen als je hier naartoe gaat? Dit. Ja. Dit mag je gewoon echt niet vergeten. Ja, dat is top. Ja. Maar dus jullie hebben ook een heel goede. Ja. Wat is er voor merk? Een Vortex. Oh ja. Ja. Echt perfect. Ja. Ja, echt. Nee, maar dit mag gewoon echt niet ontbreken. Want heel veel mensen die bij de caravan camper zitten, die zitten ook echt te kijken met de verrekijker. Want je kan het heel vaak niet met het blote oog zien. En heel vaak loopt er dan net even iets aan de overkant van het veld. Ja. Ja, en dan met de verrekijker kun je het goed zien. Wij hebben hem wel bij ons, alleen hij ligt in de auto nu. Ja. Heel slim. Nou ja, als we iets zien dan hebben we sowieso een verrekijker. Ja. En het vinden is afgeleid. Ja. Een beetje training. Vind hij is even vrij. Even geen lijn aan hem, dus... Nou, hij luistert goed, toch? Ja, heel goed. Echt. Want de Beagle staat natuurlijk bekend om zijn eigen wijsheid. Ja. Maar op zich valt het nog wel mee met Finley. Oh, Mark heeft hem alweer aangeleid. Voor de heiland. Oh ja, dat mag hier niet natuurlijk. Ja. Dat is niet zo slim. We gaan natuurlijk het gebied in met de Schotse hooglanders. Dus dan is het wel slim als je de hond even aanlijnt. Nou, daar zijn de Schotse hooglanders. Wow, er komt er ook een aanrennen, joh. Oh. Hij loopt nu weer langzaam. Nou, er zijn echt superveel fietsers hier. Mountainbikers. Maar dat komt ook omdat wij op een mountainbikerroute lopen. Dus tegelijkertijd een wandelroute en een mountainbikerroute. Dus we komen regelmatig fietsers tegen. Ze gaan ook best wel hard. Moet je even naar die wimpers kijken? Ja, mooi hè? Hoe lang die zijn? Ja. Niet te doen. Ja, één witte en de rest is bruin. Misschien wordt hij nog donkerder. Prachtig dit. Ze zien er zo lekker wollig uit. Nou, daar in de verte staan er twee te stoeien of zo. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ik ga even inzoomen voor jullie. Ze stoppen alweer. Die twee achterin die waren aan het stoeien. Met de koppen tegen elkaar aan het duwen. Nou, een mooi stukje natuur dit. Nou, dan gaan we denk ik die kant op en dan kom je op de hei. Daar zijn we de vorige keer ook geweest. Dat is ook wel een mooi stukje. Wat zeg je? Toen liepen we hem andersom. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, en dit is dus een begrazingsgebied. Dat staat op een bordje daar. Kijk, wij lopen eigenlijk weg en zij komen weer dichterbij. Ja. Finley gaat ook even kijken. Het is toch wel even lekker hè, om te lopen. Ja, heerlijk. Het is helemaal niet koud. Ja, jij zit naar mijn haar. Ja. Ja, we zijn eigenlijk gewoon gelijk vanuit bed. Ja, we hebben nog niet heel veel aan onszelf gedaan. Nou, dit is ook leuk. Ja, dit is wel leuk. Ja. Het is ook camping, hè? Ja, het is camping. Ja. Kijk hem liggen dan. Oh, hij heeft contact. Ja. Het is maar goed dat er een hek tussen staat.
Nou, we hebben even de afwasplek hier naartoe gehaald. In plaats van dat wij met de afwas helemaal naar het sanitair gebouw gaan. En dat is ook een voordeel, want Mark en Doc die hebben een boiler. Die hebben wij niet. Dus ja, die hebben gewoon altijd heet water. Ideaal. Ja. Kijk, en wij doen dat ook wel eens, maar dan gewoon even water opwarmen in de waterkoker. Maar ja, dat duurt ook best wel lang. Of ophalen bij het sanitaire gebouw, maar dat is hier te ver. Ja. Nou, en dit is ook nog gewoon gezellig. We hebben gewoon een afwasplek hier. Team afwas. Ja, toch? Team afwas. Ja. Nou, er zijn ook al best wel veel mensen vertrokken. We kwamen net terug van de wandeling en toen was het hier praktisch leeg. Nou is er ondertussen weer een nieuwe camper gekomen. Die staat hier in het midden. Maar er zijn heel veel mensen weggegaan. Nou, het eitje die staat er nog. Ik denk zomaar dat die vandaag ook gaan vertrekken. Dus dan staan we alleen. Of in ieder geval één eitje op de camping. En Mark en Doc gaan natuurlijk weg. En de buurtjes daar gaan ook weg naast hun. Er komt net ook weer eentje binnen. Ilona kwam net langs rijden in de golfkar. Dus er komen ook nog mensen binnen. Maar over het algemeen stroomt het eigenlijk een klein beetje leeg. Dus wij staan er nog 2 dagen. Dus we staan wel wat rustiger dan de afgelopen dagen. Maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Dus leuk. Daar staan ook nog wat. Daar staat nog een campertje. Een caravan. Nou, en wij hebben de houtkachel van Mark en Doc gekregen. Dus die kunnen wij ook nog even gebruiken. Misschien dat wij morgenavond nog even gezellig bij het vuurtje gaan zitten. We hebben nog hout, dus dat komt hartstikke goed. Nou, Mark is al een klein beetje aan het opruimen daar. Nou, en dan gaan we nog even een koffietje doen en even een broodje eten. En dan gaan we afscheid nemen van Finley en van Mark en Doc. Jammer. We zijn even een koffietje aan het doen en er komt een vliegtuig langs. Met een zweefvliegtuig erachteraan. En die zit dus vast met een touw. Ik heb het nog nooit gezien. Maar Mark die vertelt net dat het zweefvliegtuigje wordt losgekoppeld. Ja. En dan blijft hij zweven. Oké. Okay. Tot neer. Nou, jij denkt ook in het ergste scenario. In de lucht gaat die, kan hij omhoog en omlaag. En, Oké. Okay. De hele kunst. Nou, ik heb ze vorige keer hier wel gezien, die zweefvliegtuigen, maar toen was hij al losgekoppeld. Ja. Maar zo wordt gaat hij de lucht in. Ja. Oh, hij is los. Oh, jij kijkt. Ja. Oh ja. Ja, mensen, ik kan het niet. Ik kan er wel inzoomen, maar dat zien jullie niet. Nee. Oké. Okay. Ja, het zweefvliegtuigje gaat nu alleen verder, ja. Ja. Misschien komt dat andere vliegtuigje weer terug, maar ik. Ik denk niet dat hij dan hier langs gaat. Kijk, wij zitten natuurlijk dichtbij Terlet. Dat ligt volgens mij op nog geen 15 kilometer afstand vanaf hier. Hier veel dichterbij. Veel dichterbij? Zit hiernaast. Ja? Oh, ja. Nou, hiernaast zijn de buren. Nee, dus vandaar dat hier dus af en toe een vliegtuigje voorbij komt. Ik moet trouwens ook hierbij vertellen bij deze camping. Dat heb ik volgens mij nog niet gezegd. We zitten natuurlijk dicht bij de A50. Nou, die hoor je redelijk goed. Ik heb er geen last van. Maar als jullie echt last hebben van verkeer en geluid, dan weet ik niet of dit de juiste plek is. Maar het is niet overheersend, vind ik. Vind jij van wel? De wind ook heel erg. Ja. Ja, ligt ook aan de wind natuurlijk. Nu staat de wind volgens mij goed, want ik hoor nu niks. Horen jullie iets? Ik hoor het ook niet. Ik hoor het ook niet. Maar het ligt dus wel naast een snelweg. Dus dat moet ik wel even bij zeggen. Want de vorige keer waren we ook ergens. En nee, toen waren we ergens geweest. Toen kregen we een reactie van een kijker. En die zei van ja, het lag bij een snelweg. Of bij een weg. Ja, het is net waar je last van hebt. Ja. Ja. We hebben ook wel eens langs een spoor gestaan. Treinspoor. Logisch, treinspoor. Dat is iets minder, ja. Maar dat was ook gewoon af en toe een treintje wat voorbij kwam. Was op zich ook nog wel leuk. Als het donker was, zag je al die lichtjes en zo. Dus dat wilde ik even zeggen. Ik bedoel, moeten jullie wel even weten.
Nou, er wordt ook iemand verkouden naast ons. Ja, die krijgt ooit koorts. Nelly, haar nichtje, die is inmiddels gekomen. Dus we zitten nog even gezellig een koffietje aan het doen met z'n allen. En dan straks gaan we uitzwaaien, hè? Uitzwaaien, comité. Ja. 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 Wordt huilen. Nou, ze gaan er vandoor. Caravan aangekoppeld. Spullen ingepakt. Afscheid genomen. Dit was het. Hey, dag. Doeg. Hoi, hoi. Tot snel, hè. Ja, tot snel. Was gezellig. Dit was het dan. Doei. Ik zie nog een hand. Ja. Nou, wij gaan even binnen zitten. Want het begon net ook een klein beetje te spetteren. Dus we gaan even binnen een spelletje doen of zo. Maar nou, de buurtjes gaan ook weg. De andere tap. Tap. Ik zeg altijd tap. Maar eigenlijk is het tap. Dus dan gaan we gezellig even binnen zitten. Nou, nichtje is uitgezwaaid. Ja. Dus we zijn even alleen. Een half uur. Ja, en dan gaan we even afwassen. En daarna gaan we richting Ilona. Ja, en ik had bedacht om het even met de auto te doen. Dan kunnen we de afwas in de achterbak zetten. In de kattenbak. Ja, en dan kunnen we onze douchespullen en zo ook vast meenemen. Ja. Als we dan terugrijden van het eten, gaan we lekker even douchen. Ja. Dus, goed plan. Ja. Oké, okay, nou, dit was mijn dagje wel zo. Tot nu toe. Wel gezellig. Ja. Maar voor jullie is het misschien een vlog van, nou ja, van de ene visite naar de andere visite. Ja, nou ja. Maar ja, dat hoort erbij, hè? Ja, dat is ook leuk. Dat is, ja, voor ons is dat leuk. Dus ja, nou ja, Mark en Doc zijn weg. Dus ook wel even wennen dat we weer alleen staan nu. Ja. Sowieso dat het iets rustiger is op de camping is ook even wennen. Ja, het was ook wel gezellig, al die mensen zo een beetje om je heen. Vond ik ook leuk, ja. Nou ja. En misschien gaan we nu ook wel wat meer wild zien, omdat het ook iets rustiger is. Ilona zei dat het niet aan de drukte lag. Maar dat het echt puur misschien komt door de wolf. Ja. Ja, je weet het niet. Misschien zijn ze gewoon even ergens anders of zo. Gewoon iets verderop. Het is best wel een groot natuurgebied. Dus ja, misschien komen ze morgen tevoorschijn of weet ik het. Vannacht, dat kan ook. Ja. Ik hoop het. Ik verwacht eigenlijk geen burlen meer. Nee, ik ook niet. Nee. Nee, dat hebben we gisteren een klein beetje gehoord, gisteravond. Maar nee, dat verwacht ik ook niet meer. Echt in de verte. Het was zo minimaal. Ja. Nou ja. You never know. Ja, nou ja, ik heb eigenlijk ook wel zin in vanavond. We gaan lasagne eten. We konden kiezen tussen stoofschotel. Dat is ook wel lekker. En lasagne. Maar Ali is meer een lasagne fan. Ik vind allebei heel lekker. Nou, ik ga denk ik toch voor stoof eerder. Als ik mag kiezen, hè. Oh. Maar jij, ik vind lasagne ook heel lekker, hè. Maar jij vindt echt lasagne lekker. Ja, ja. Dus ik ben benieuwd hoe Ilona het gemaakt heeft ook. Of het ga lekker is. Ik ga even het recept vragen. Denk het wel. Hey, ik ga even het recept vragen. Die zet ik maar even onder. Onder de video. Oh ja. Als ze hem geeft, hè. Ja. Ook mensen die geven hun receptjes niet weg. Nou, ik vind ook eigenlijk als je gewoon echt een soort van bekend staat om de lekkerste appeltaart of de lekkerste lasagne, ik noem maar iets. Vind ik ook eigenlijk dat je recept nooit moet weggeven. Nee. Dat is gewoon geheim. Ja. Ik weet nog wel, jouw oma. Ja. Die had zo'n boekje. Ja. Met recepten. Dat heeft mijn zusje. Ja. Kijk, dat vind ik mooi. Dat was echt zo'n handgeschreven boekje. Ja. En dat je dan, als oma is overleden, dat je dan nog iets kunt maken volgens oma recept. Oma's recept. Het was mijn oma niet, het was mijn opoe. Ja, je opoe. Maar even op zijn Nederlands. Is het, ja, maar opoe. Opoe. Dat is toch ook... Opoefiet. Ja, maar opoe is ook Nederlands. Toch, of niet? Nou, ik... Ja. Ja, iedereen nou, kent het woord wel, maar ik denk dat de gemiddelde Nederlander gewoon oma zegt. Ja. Dat denk ik wel. Dat is waar. Okay, ja. Nou, en op Urk zeggen ze Bessie. Bessie, ja, dat is... En Bebe. Dat is opa en oma. Bebe is opa, Bessie is
oma. Ja. Ja. Of opoe. Ik zei altijd opoe. Ik ook. Jij ook? Ja. Ik heb nooit Bessie gezegd. Nee. Ik had opoe achternaam en de andere opoe was ook gewoon met achternaam. Ja. Nou, weer wat geleerd. Interessant ook. Ja, ook een ANWB. Ja, we kwamen net een ANWB-auto tegen. Dus er staat een camper die pech heeft. Zit je ook niet op te wachten, hè? Het lijkt meer alsof ze bij een fiets zijn. Ja, ze staan bij de fiets, je hebt gelijk. Oh, niet dat, dat is dan een meevaller. Ik wist niet dat de wegenwacht ook voor een fiets kwam. Nee, ik ook niet. Nee. Nou, we halen even de afwas op en dan rijden we weer terug. Ja. Het is heen en weer rijden hier. Kan de vuilnis mee? Ja. De afwas kan mee. We moeten even wat dingen combineren. Glas kan mee. Ja. De douchetas gaat mee. Ja. Nou. Kom goed. Lekker bezig. Inderdaad. Nou, ik had echt een hele stomme dag. Ik heb ten eerste in mijn duim gesneden met die vreselijk scherpe messen. Toen ging ik broodjes afbakken. En wat deed ik? Ik had die ring bovenop de onderkant en daar bovenop die ijzeren. Nou, ik zal het even voordoen. Ik had dus die onderkant, toen de siliconen ding en toen had ik dit. En toen had ik die broodjes, want ik had gewoon dat ding zo, zo haalde ik hem uit het zakje, zo. En ik heb helemaal geen erg in gehad, dus ik leg die broodjes hierin. En ik denk, wat is dit nou een rare stank. Kom ik er gewoon achter dat dat ding aan de onderkant zit. Dus ik haal dat ding van het vuur af. Ik gooi het naar buiten toe. Is dat dat ding gewoon ja, doorgefikt. Het is natuurlijk helemaal kapot gegaan. Dus deze gaat in de vuilnisbak. Zak. Huppatee. En we gaan een nieuwe kopen. Echt ontzettend dom. Maar ja, dat, ja, het kan gebeuren. Het was druk of druk. Ik was gewoon een beetje haastig. Ik dacht even snel een broodje maken. En we hadden visite. Nou ja, vlug. En nou ja, toen gebeurde dit. Nou, maakt ook niet uit. Brand is erger. We hadden wel bijna brand trouwens. Ik was wel bang voor Coco, want Coco zat binnen. En nou ja, het ging echt roken. En ik dacht, zo, nou komen die broodjes tegen die zijkant. Ik denk, ik heb toch die siliconenring erin. Nou, echt ontzettend dom. Maar ja, hè? Zo gebeuren de meeste huis- en tuinongelukjes. Nou, we zijn inmiddels terug van het eten bij Ilona. Ilona is trouwens de eigenaresse. Ik weet niet of jullie dat, of dat ik dat al verteld had. Maar we hebben echt lekker gegeten. Ze had lasagne gemaakt, een salade. Het was echt heerlijk. Ja. Ja. En een toetje, appelstroebel uit de oven met ijs. Een stokbroodje, witte wijn had ze erbij. Nou, het was echt heerlijk. Dus wij hebben lekker genoten. Het is nu tijd om af te wassen. En daarna even te douchen. En ik hoor jullie allemaal denken, wat doet zij? Niet? Nou, kijk, ik heb dus een hoed opgezet. En dat had ik eigenlijk bewust gedaan voor Ilona. Want Ilona die houdt van hoeden. Die heeft ook wel eens zo'n hoed op. En ik dacht, hoe leuk is het als ik deze hoed opzet als wij bij haar binnenkomen. En even kijken hoe ze reageert. Nou heb ik dat niet gefilmd, want het is natuurlijk haar privé situatie. En ja, nou ja, het is wel zo netjes als je dat niet filmt. Maar ze vond het wel leuk, Nel. Ja, ze vond het ontzettend leuk. Ja, ze stond wel echt even zo te kijken van, wat heb jij nou op? Maar, nou, en ik deed natuurlijk ook nog net alsof dit super duur merk was. En, nou ja, hè, dat. Maar als jullie even goed kijken. Nou, we hebben van de week een ontzettend leuk feestje gehad. Ja, ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar wij zijn dus naar het Steakhouse geweest in Epe afgelopen week. En daar hebben we dus zo'n hoed gekregen van iemand. Niet van Steakhouse zelf, maar van iemand waar we mee weg waren. En toen moest ik gelijk denken aan Ilona. Ik dacht, als wij dat, als wij straks met het ei naar Ilona gaan, dan neem ik die hoed mee. Nou, dat was een leuk geintje. Tenminste, zij vond het wel grappig. Ik ook. Nelly ook. Ja,
Dus ja, dat was wel leuk. Nou, ik zit ook behoorlijk vol. Ja, we zitten bommetje. Rampen staan. Ja, ze had echt wel haar best gedaan. Ja. Nou ja, het is nu tijd om even op te frissen ook. En gewoon even af te wassen. Ik weet niet of wij dit sanitair al hebben gefilmd. Volgens mij niet. Nee. Dit is dus het grotere sanitair wat iets verderop staat. Vanaf het veld. Ik ga even om je heen. Ja. Ik ga even de afwas in doen. Dus ik dacht, ik laat jullie dat nu gelijk even zien. Ilona vertelde daarnet trouwens ook dat bij het hokje, bij het veld, dus er is nu geen warm water te krijgen. Daar zou je hier naartoe moeten, maar de boiler is in aantocht, want die heeft ze al, maar die moet nog even geïnstalleerd worden, maar dat wordt allemaal in de winter gedaan. Dus volgend jaar is er ook gewoon warm water te krijgen bij het veld. Maar dat is wel echt heel fijn, ja, hoor. Dat is echt, en er komt lichting, verlichting bij, dus dat is ook fijn. Ja, dus ja, er worden dus nog steeds veranderingen en vernieuwingen aangepast op deze camping. Wat super fijn is. Maar ja, weet je, al had ze dat niet gedaan. Wij blijven hier toch wel komen. Wij blijven hier sowieso wel komen, want het is gewoon een super fijne camping. En je komt hier voor de natuur en het is schoon. En wat ons betreft, prima. Ja. Gewoon helemaal prima. Dus, maar ja, warm water, iets dichterbij, dat is wel fijn. Ja, dat zou wel echt lekker zijn. Ja. Nou, ik ga even de douches laten zien. Of de douche, want daar is ook nog een douche. Maar we laten even alleen dit hokje zien. Ja, dit is het damesgedeelte. En hiernaast is dan het herengedeelte. Maar volgens mij is het precies hetzelfde. Alleen voor mannen. Ja. Maar ja, als, Ilona is niet zo moeilijk. Als het dames bezet is en je gaat bij de heren, dan maakt dat ook niet uit. Dan mag je ook gewoon bij de heren, inderdaad. Nou, we staan nu bij de wasmachine. En droogmachine. Hier heb je de wasmachine. Je kunt dus afwassen en opladen. Ik weet niet van wie dit is, maar daar heeft iemand zijn accu neergelegd. Dat is een fiets, denk ik. Ja, en dan heb je hier een douche. Nou, het is gewoon allemaal heel simpel. Gewoon basic. En, maar het is wel schoon. En dat vind ik gewoon echt het allerbelangrijkste. Ilona maakt het ook meerdere keren per dag schoon. Je ziet daar ook heel vaak met dat karretje hier naartoe crossen en dan even schoonmaken. Ik heb ook eigenlijk nog nooit iets viezigs aangetroffen. Dit is het toilet. Ruikt altijd lekker ook. Ja, het is gewoon schoon. Maar wel basic. Dus dan moeten we er wel even bij zeggen. Nou, dit is het. En dan hierachter is ook nog zo'nzelfde hokje. Hier heb je schoonmaakmiddel. Dat geeft al aan dat het gewoon vaak wordt schoongemaakt. Ja, het staat hier gewoon standby. Ja. Nou, ik ga even douchen, Nel. En dan mag jij deze even op. Ik de hoed op. Nou, dit wordt hem niet. Nee, doe maar even af. Please. Kijk. Stiekhuis Epen. Ook een aanrader trouwens. Ja. Echt een aanrader. Ik wil echt van vlees houden. Ja, dat wel. Heel veel vlees. Ja. Ja. Maar de aankleding en zo, het is wel echt... ja, het is echt een steakhouse. Superleuk gedaan. Pinda's op de grond gooien en ja, ik vond het leuk. Wij hebben een leuk feestje gehad. Ja. Ja, was erg leuk. Ik zou zo weer naartoe gaan. Hé, hey, vind je goed als ik die hoed even hierin doe? Zo. Nou, ik ga even douchen. Yo. Ik stond net even wat spulletjes in de auto te zetten en... toen hoorde ik dus burrelende herten. Het is echt pikdonker hier. Maar ik hoorde dus in de verte burrelende herten. Maar ik dacht, misschien is het leuk. Ik weet niet of het nu nog steeds is. Maar misschien is het leuk als we even met z'n tweetjes die kant oplopen. En als ze dan weer geluid maken, dat we het dan even gaan vastleggen. Ik weet niet of jullie het dan heel goed horen. Jullie zien sowieso helemaal niks. Want het is natuurlijk donker, dus het zal een heel zwart beeld worden. Maar ja, als jullie nog nooit dat geluid hebben gehoord, is het wel grappig als je het nu misschien een beetje meekrijgt. Wat dacht jij ervan, Nel? Ja, superleuk. Leuk idee. Het is zo af en toe, dus het, ja, we moeten echt geluk hebben. We gaan gewoon even een tijdje bij het hek staan. Ja. Ik denk dat dat het beste is. Dat denk ik ook. En dan probeer ik het zo goed mogelijk voor jullie vast te leggen. Ja. Tenminste. We hopen dat je het dan hoort. Ja. Ja. Ja, zal ik even jouw schoenen pakken? Want die staan nu in de auto. Ja, doe maar even. Oké. Nou, dan
Ja, als we het horen, dan zien jullie hierna een zwart beeld. Dat is het eigenlijk, met geluid. Wel even volume opkrikken. We gaan er nu uit. Ja, dus jullie hebben nu de kans om het even omhoog te doen. Maar, wij zetten hem in het editprogramma ook op zijn allerhoogst. Ja. Dus hopelijk. Nou, kom maar mee. Kom maar mee naar het donker. Coco wordt ingepakt. Lekker warm. Dus, die gaat het hopelijk niet koud krijgen. Zou een vogel het koud kunnen krijgen? Wat denk je? Tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Oh. Het is ook nog een tropische vogel, dus... Nou, zo. Nee, maar tot nu toe gaat dit gewoon goed op deze manier. Gewoon even inpakken met een vleesplate. En we hebben natuurlijk ook nog een kacheltje. Dus af en toe doen we dat ook even aan, 's nachts. Ja. Als ik wakker word of Nelly wakker wordt en we denken van... Oh, het is nu best wel fris. Dan doen we even het kacheltje aan. En dus hij gaat het gewoon echt niet koud krijgen, hoor. Ik bedoel... Nee, hij wil nu naar mij toe, zie ik. Ja? Hij begint er wel aan te wennen, hè, als we dat kleed om hem heen doen. Ja. Voorheen werd hij altijd heel boos. Maar, nee, dat heeft hij niet meer. Dus hij is er wel eigenlijk wel een beetje aan gewend nu. Ja. Gelukkig. Ja, het is beter. Ja. Nou ja, dit dus. En we zetten hem nu zo tegen de kast. Dan kan ik niet met mijn been tegen hem aanschoppen. Maar hij wordt sowieso wel boos. Hij piept gewoon. Als je beweegt, piept hij. Nou, dan denk ik van foei, foei, foei. Ja, en af en toe beweeg je natuurlijk even in je slaap. Dus dan moet hij even aan wennen. Kijk, en hij staat natuurlijk 's nachts gewoon in de woonkamer. Dus niks, geen last. Dan hoort hij gewoon helemaal niks. Ja, ja, hier staat hij gewoon... Maar als je 's avonds het licht uit hebt gedaan en je komt terug omdat je iets vergeten bent, dan piept hij ook. Wordt hij gewoon boos. Gewoon chagrijnig. Ja. Ja, het is net een mens. Een mini-mensje. In een verenpak. Hij lijkt wel wat op jou. Ja, nou, ik kan er ook niet tegen, nee. Nee. Oké, nou, dan is het tijd om het bedje klaar te maken, hè? Ja, dat gaan we even doen. Ja, dus we gaan even aan de slag. Wil je maar even natte tissues geven? Dan maak ik even die tafel schoon. Ja, ja. En dan gaan we klappen we de tafel in. Ja. En we liggen in bed. Waar zie jij nu dom te lachen? Nou, jij houdt die camera zo hoog. Niet doen, joh. Dan kunnen de kijkers even in onze neus kijken? Nou, of ze moeten we laten? Moet die lager dan? Nou, ik doe nu even normaal. Nou, joh. Ik zit toch nu gewoon op ogen. Ik zit nu gewoon op ooghoogte. Nou, zoek het uit. Foei, foei. Nou, ze gaat liggen. Doei. Nou, dit is ook een tactiek. Nou, slaap lekker. Doei, nee, doei. Ik moet nog even evaluatie doen van de dag. Oh, evaluatie. Ja. Nou. Nou, het was leuk. Ik vond het een leuke dag. Ik ben wel gesloopt nu. Het is ook best wel laat. Het is 12 uur geweest. Dus we gaan er lekker in. We liggen er al in. Ik hoor een burlend hert. Ja, dat is mijn buik. En ik hoor het ook. Ik wou er even een andere draai aan geven. Dat is mijn buik. Oh, oké. Wat is er aan? Burlende hert hebben we gehoord. Ja, die hebben we gehoord. Nou, hebben we net gehoord. Ja, 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 jullie ook, als het goed is, toch? Ja, okay. Ja, dat hoop ik. Ja, nou ja, we gaan het zien. Ja. We gaan slapen. Ja. Nou, het was wederom weer een iets andere vlog dan normaal. Veel visite. Het was hartstikke leuk. Nou ja, visite. We gingen van de ene visite naar de andere. Waarom doe je dit nou? Omdat ik te grappig vind. Jij zit mij te bespotten. Nee, ik heb nog steeds dat probleem met, ja, met de H. Met de H. Maar ik vind het zo gek dat ik het dan niet heb en jij wel.
Terwijl, het is gewoon Urkers. Maar ik vind het grappig. Nou ja, ik weet niet of iedereen dit heeft meegekregen de vorige keer. Maar ik zet dus de H voor een woord waar het niet hoort. En je haalt hem weg waar hij moet. En daar zit jij mee te spotten. Daar spot ik niet mee. Ik vind het grappig. Maar ik vind wel dat de kijkers dit even moeten weten. Jij doet dan sommige dingetjes overnieuw. En ik zeg dan, niet doen. Maakt niet uit. Maar ja, jij bent dan eigenlijk zo perfectionistisch dat je dat dan toch wel even overnieuw doet, soms. Ja, natuurlijk. Als het misgaat. Ja, natuurlijk. En je wordt er ook een beetje boos van. Boos? Nou ja. Ik word niet boos. Nee, ja, boos. Mezelf. Ja, geïrriteerd. Ja. Is een beter ja, dat. Woord. Nou ja, dat het gewoon steeds erger wordt. Nou, ik vind het grappig. Ja. Ik vind dat je het... Ik vind dat je het moet laten. Ik gewoon niet. Als het misgaat met de H en de A, moet je het gewoon niet weet over... Weet ik. Ik heb ook eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad van onze kijkers. Ja. Maar nou. Ja, ik vind het gewoon zelf niet leuk. Oh, oké. Okay. Nou ja. Ja. Dan kunnen wij er allemaal niks meer aan doen. Nee, dat weet ik. Jullie hebben er alles aan gedaan. Nou. Ja. Nou, ik ga de vlog afsluiten. Ja. Nou. We willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie bij de volgende vlog. Doei doei.